De melkprijzen zullen binnenkort weer omhoog gaan. Dit bevestigt Dilip Sarju, eigenaar van Rudisa Beverages, die pro-life melk op de markt brengt. Sarju zegt dat de burgers geen andere keus hebben dan de prijzen in de winkels in de gaten te houden, want de verhoging wordt een feit. We spraken enkele burgers in het kader van de aankomende verhogingen. Nou, ik denk dat de regering tegemoet gaat komen voor die mensen die een melk gebruiken. U zegt wel dat er een oplossing komt, denken? Ja, ik denk van wel, ja. Is normaal. Ik ben een man van 83 jaar. Toen ik 20 jaar was, verdiende ik 60 gulden per maand. Ik heb nu een pensioen van 500 iedere maand euro. U redt het wel. Geen probleem. Wat er ook komt. Nu al kan ik me de meeste dingen niet permitteren. Elke een van de mannen, het salaris wat ik ontvang. Ik moet elke dag even 1000 keer nadenken wat ik precies moet kopen. Ik kom nauwelijks uit met mijn salaris. Dus dit is niet te doen, zegt u? Is moordend. Dan weet ik niet hoe ik het ga overleven. Echt waar. De meningen van de burgers zijn verdeeld. Echter, de meeste mensen gaven aan dat nog een verhoging ondraaglijk wordt. De melkcentrale heeft haar prijzen per 3 januari aangepast. Sarju zegt dat de prijs van melkpoeder onlangs fors is gestegen en de prijs van de meeste lokale merken afhangt van de opkoopprijs van koeienmelk. Hij geeft aan dat de rauwe melkproductie landelijk opgevoerd moet worden, waardoor de melkprijs niet afhankelijk blijft van buitenlandse importpoeder.